Honderden pro-Palestina-demonstranten waren dit weekend op de been in de Eindhovense binnenstad. Ze wilden hun steun betuigen aan de Palestijnen, nu er oorlog woedt tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Ik heb geen problemen met de Joodse mensen. Ik heb problemen met de Israël mensen wonen in mijn land. Het was zaterdag een uiting van solidariteit met de Palestijnen. En een protest tegen de jarenlange onderdrukking van Palestijnen door Israël. We vinden het allebei natuurlijk gruwelijk wat er gebeurd is in Israël. Maar dit is al een 75 jaar lang durende bezetting waar mensen op een hele gruwelijke wijze vermoord worden, onderdrukt worden. Het is een daadwerkelijke apartheidstaat Israël en we willen dat het stopt. Ik vind het heel heftig, maar dat is het eigenlijk al sinds 1948, hè, dat het heel heftig is. Ze zitten daar gewoon echt al tientallen jaren opgesloten. In een soort openluchtgevangenis. Ze hebben de mensen van Gaza al 16 jaar opgesloten. En dat mag niet! Ik denk dat iedereen die dus voor Palestina is vandaag even zijn stem wil laten horen. Het is iets wat al 75 jaar speelt en ik denk genoeg is genoeg. En nu is iedereen hier voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat Israël gewoon moet stoppen, dat is het enige ding. De gemoederen raken iedere keer weer verhit als geweld weer oplaait in het langlopende conflict tussen Palestina en Israël. Ook in Eindhoven. Voor sommigen komt de oorlog heel dichtbij, voor anderen weer niet. Een beetje verdrietig. Ja, want het is toch gewoon mijn eigen land, zeg maar. Van mijn vader, mijn opa en mijn grootouders. Het voelt heel dichtbij, al is het ver weg. Ik denk dat natuurlijk niet iedereen hetzelfde zou ervaren. Maar dit is voor ons natuurlijk niks nieuws. Alleen ja, natuurlijk bepaalde woede, bepaalde frustratie, onmacht. Dat is denk ik het meeste wat speelt. Je kunt er niet veel verder aan doen. Snap? Ik weet niet of een demonstratie gaat helpen tegen het hele gebeuren. Oké, het is erg wat er gebeurd is, maar... Ooit zal er een einde moeten komen aan het geweld. Maar hoe? Daarover zijn de meningen verdeeld. Het zou kunnen beginnen met gelijke rechten voor alle burgers. En dat betekent dus ook dat de gelijke mogelijkheden zijn tot scholing, de gelijke mogelijkheden zijn voor hun in de gezondheidszorg. Dat er gezorgd wordt ook voor hun voor voldoende water, elektriciteit. De demonstratie in Eindhoven verliep verder zonder problemen.